mensen, ook bij een nieuwe video. Hildka Floris en vandaag spelen we Brawl Stars en ik heb een mega zieke mega doos opening voor jullie. We gaan 15 mega dozen openmaken op Brawl Stars. Laat ons een like achter. We gaan weer voor de 2000 likes. Het is een moeilijke challenge, maar ik hoop dat het gaat lukken. Ik zit op de account van Tobias. Tobias, je bent een strijder dat ik op jouw account mega dozen mag openmaken. En wil je ook dat ik op jouw account mega dozen openmaak? Stuur me een Insta DM naar FlorisVU. En deze hele week zijn er alleen maar mega doos openingen gekomen op mijn kanaal. En het is echt toevallig dat er opeens zoveel mensen zijn met mega doos openingen. Moet je kijken hoeveel mega doos hij al heeft op het trofeeënpad. Maar er zijn echt heel veel mensen die nu mij een Insta DM gestuurd hebben met een mega doos opening. Dus het is toevallig dat deze hele week alleen maar mega doos video's gekomen zijn. Maar ik denk dat jullie er sowieso wel van genieten. Ik in ieder geval wel. Ik vind het echt super, super vet. Maar Tobias heeft al alle knokkers. Hij heeft 38 van de 38. Dus wij gaan in deze video op jacht naar gadgets en naar sterrenkrachten. We gaan in deze video op jacht naar gadgets en sterrenkrachten. Je kan hier even zien hoeveel er nog moet. Hij moet nog wel aardig wat sterrenkrachten. En wat hij heel vervelend vindt, is dat hij alle knokkers al max level heeft. Alleen hij heeft nog niet genoeg coins om deze knokkers te upgraden. Dus daar gaan we ook even voor sparen. En zo natuurlijk, als we al deze dozen openmaken, krijgen we mega veel coins. Dus we gaan gewoon even beginnen met het trofeeënpad. En ja, kijk, we kunnen heel veel mega dozen, zullen we gewoon alleen coins krijgen en grote dozen. Maar natuurlijk, wat we ook kunnen krijgen, zijn gadgets en sterrenkracht. We kunnen dus geen nieuwe knokker meer krijgen, maar dit is dus een gadget of een sterrenkracht. Het is een gadget. En als ik het goed heb, moet hij dus ongeveer 5 à 6 gadgets nog. Dus dat kan ik zo nog wel checken. Maar we gaan eerst gewoon eventjes rammen door al deze mega dozen en grote dozen. En laat even achter in de comments wat jullie ervan vinden dat deze hele week dus alleen maar mega doos openingen online gekomen zijn op mijn kanaal. Ja, kijk, ik geniet er super erg van. De views en likes zitten ook super hoog. Sterrenkracht, let's go! Let's go, Curl Sterrenkracht. De likes en de views zitten ook super hoog op mega doos openingen. Dus ik denk dat jullie het wel super vet vinden om naar te kijken. Maar laat het even achter in de comments. Als jullie het vet vinden, ga ik er natuurlijk sowieso mee door. Maar we hebben nu dus al een sterrenkracht en een gadget gekregen. Laten we het gewoon een keer bijhouden voor de verandering. Ik hou het nooit bij. Let's go! Oké, gadget. Dus we hebben 2 gadgets, 1 sterrenkracht. Oké, 2 gadgets, 1 sterrenkracht. Laten we het dus gewoon even bij gaan houden. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik geniet echt super, super erg van de mega doos opening. Ik vind het gewoon het leukste van Brawl Stars eigenlijk, als ik eerlijk ben. Boom! 3 gadgets. Gadget van Nani. En hij wou Nani zo snel mogelijk naar max level. En we hebben ondertussen al 5. Het gaat echt super hard met de coins. Bam! Let's go! Oké, de volgende knokker. Hebben we max level. Nu wou die Rosa. Let's go. Dus we gaan Rosa ook even naar max level gooien. En dan gooien we Spike, want oeh, die kunnen we bijna. Maar we hebben nu al 2 nieuwe knokkers, dus kracht 9. En ja, die coins die gaan gewoon veel sneller dan je eigenlijk door hebt. Maar ik geniet echt, let's go! Hoppatee! 2 sterrenkrachten, 3 gadgets. Het gaat echt insane goed, deze video. We hebben nu als het goed is al 5 nieuwe items. 2 sterrenkrachten en 3 gadgets. Ik denk dat de packcoding best wel goed bezig is deze video. Jullie vinden het soms ook niet leuk als ik zeg packcoding. Maar ik vind het wel leuk, dus ik hou er gewoon lekker bij. We gaan even door. Grote dozen. Heeft hij nog wat van vorig seizoen? Nee, heeft niks meer van vorig seizoen. Het is alleen nog deze Brawl Pass. We gaan even kijken of we kunnen knallen. We hebben dus nu al 5 nieuwe items. En dat vind ik eigenlijk al best wel sterk. Zeker met het feit dat we nu net over de helft zijn met alle dozen. Dus dat is het sowieso heel sterk. Ik ga even naar deze doos. Ja, ik ga nu even wat knokkers weer upgraden. Spike nu naar max level. Hij wou Tick als allerlaatste. Hij vond Tick de minst chille knokker. En ik kan je daar wel redelijk gelijk geven, Tobias. Ik vind Tick ook nog niet echt een hele uitdagende of leuke knokker. We gaan gewoon even lekker door, want ik wil meer dan 5 nieuwe items. 5 nieuwe items is super tof, maar ik wil er eigenlijk gewoon meer. Weet je wat, ik ga eerst even alle gold verzamelen. Dat lijkt me wel een sterk plannetje, want als wij alle gold verzamelen, kunnen we natuurlijk weer een nieuwe knokker upgraden. Dat had ik eigenlijk vanaf het begin moeten doen, merk ik nu. Maar dat maakt niet heel veel uit. Oké, 1150, waar staan we er nu voor? Oké, we moeten 1250. Dus we moeten nog even 1 doosje openmaken of 2 dozen openmaken. Nu nog eventjes deze, let's go. En dan kunnen we nu ook Leon naar kracht 9. En dan moet hij alleen nog Tick. En dan heeft hij alle knokkers kracht 9, zo ziek. Als we ook eventjes naar de meeste trofeeën gaan, zien we dat hij al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 knokkers heeft hij rang
30 meegehaald. Dus dit is ook gelijk een hele goede speler. We gaan eventjes door, jongens. We hebben nu al een tijdje geen nieuwe item gekregen. We gaan gewoon even lekker door naar de megadoos. Boom! Let's go! We openen weer een megadoos. Het is helaas wel een gadget. Ik heb natuurlijk liever sterrenkrachten. Maar we openen de megadoos. En het gaat gelijk heel tof. Oké, we hebben nu alleen nog de onderkant. Nog een paar megadozen. Ik ga even tellen hoeveel gadgets Tobias nog moet. Hij moet nog de gadgets van Sprout. Dat is 1. 1 gadget. Oké. Van meneer P is 2. Van meneer P is 2. Van Leon is 3. Oké, we moeten nog 3 gadgets. Ik denk niet dat we daar genoeg dozen voor hebben om die laatste 3 gadgets te krijgen. Maar we komen wel heel erg in de buurt. Dus we hebben het sowieso wel heel erg sterk gedaan deze video. Al zeg ik het zelf. Maar we zijn nog niet klaar natuurlijk. We hebben hier nog een knokdoos. En in de knokdoos zit natuurlijk helemaal niks. Want het is een knokdoos. Oké, een grote doos dan. Oké, deze grote doos ook niet. Weer 10 gems erbij. Hoeveel gems? Hij heeft nu al genoeg gems voor de volgende Brawl Pass. Dus dat is super nice. Oké, grote doos. Niet heel chill. Dan hebben we nog 2 knokdoosjes. En alle laatste... Oh nee, helemaal niet alle laatste dozen. Wat zeg je daar, Floris? Dat klopt niet. We hebben hier nog een megadoos in de aanbieding staan. Bij tier 20. Oké, we hebben hier nog een grote doos. Megadoos. Kom op. Oké, helaas wel 600 coins. Hier nog een knokdoos. 50. Dan heeft hij hier nog een grote doos. 151 knokdoosje. Niks. En de allerlaatste grote doos. Kunnen we het afsluiten met een mooie? Helaas niet. Maar wel met 191 coins. En hij heeft nu zelfs nog 3,3k coins over. We hebben 6 nieuwe items weten te krijgen. Ik vind dat eigenlijk best wel goed. Ik ben er zeker wel tevreden mee. En al zijn knokkers zijn nu kracht 9 of 10. Dat is echt insane ziek. Ik ben echt heel erg jaloers op jouw account, Tobias. Maar ik switch even over naar mijn eigen account. Doen we nog een paar potjes. Ik ben zo bij jullie terug. Ik zit op mijn eigen account. En we gaan gewoon nog eventjes een paar potjes dus op mijn eigen account spelen. Ik heb er super veel zin in, jongens. Ik heb er super veel zin in. En we moeten dus met Nita nog 1 potje winnen. Dat moest ook in de vorige video. We moeten nog 1 potje winnen met Nita. Dan heb ik weer zo'n opdracht voltooid. En dat is natuurlijk altijd chill. Opdrachten voltooien is wat je wil op Brawl Stars. Want dan kan je nieuwe dozen krijgen. Dus we gaan even kijken of we deze opdracht kunnen voltooien. Volgens mij moeten we ook nog maar 1... El Primo. El Primo, gaan we iets doen vandaag? Of blijven we daar gewoon even campen? El Primo. El Primo. Die heeft er niet heel veel zin in. Nee, en ik moet ook nog 1 vijand verslaan in knokbal. En dan hebben we ook een knokbalopdracht voltooid. Dan kunnen we dit potje hierna een andere game mode doen. Maar eerst moet ik dus even de knokbalopdracht voltooien. Maar ik weet niet wat er is met mijn render. Oh ja, gaan we dan even een eigen goal maken? Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Wat? Daryl, wat doe je nou? Wat is dit nou weer voor team? Het zijn sowieso vrienden van elkaar. Want ze hebben ook allebei van die... ze hebben allebei van die Griekse letters. Dus het zijn sowieso vrienden van elkaar. Maar ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ik weet bijna zeker wel dat deze twee guys bij elkaar in het team zitten. Dat kunnen we straks misschien wel een beetje bekijken of ze hetzelfde kiezen qua doorspelen of niet. Ja, ik probeer hier mijn best te doen. Maar ik weet ook niet waarom grijpt hij mijn... Wat? Dit is echt een heel raar potje. Dit is echt een heel raar potje. Ik heb het gevoel, ik ga hierna er wel even uit. Ja, ik ga trouwens sowieso hierna uit. Want ik heb hierna de knokbal opdracht voltooid. Maar ik heb niet het gevoel dat deze twee gasten willen winnen. Of ligt het nou weer aan mij? Ja, ze spelen soms wel goed. Maar ze doen soms ook zulke rare dingen. Dat je denkt van, oké, waarom doe je dat? Oké, we gaan even kijken of we ons nog kunnen winnen. Want ze spelen ook weer niet heel slecht. We spelen gewoon een beetje raar voor mijn gevoel. Oké, daar maakt Brock hopelijk... Ja, die maakt gewoon letterlijk de opening naar het goal maakt die vrij. Dus bedankt Brock. Bedankt even Brock in de comments, jongens. Bedankt even Brock in de comments. Daar ga ik bijna door een trap. Moet ik eventjes nu naar achter. Hop, 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 hop. 1 schot nog. Oh, dan is Bo net niet dood door dat laatste schot van mij. Dat is een beetje jammer. Daar had ik Bo makkelijk kunnen killen. Maar gelukkig doen we dat nu ook. Nee, nu pas. Nu pas. Dan gaan we nu even de beer daar schieten. En dan hopelijk kunnen we de gadget goed gebruiken. Maar Brock blijft levend. Op een haar na blijft Brock daar levend. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat die... Kijk, dan doen ze tegelijk opeens hun gadget. Ze zijn echt lol aan het maken. Ze zijn echt lol aan het maken. Gelukkig gaan we dit potje denk ik wel winnen. Ja, kom. Ga geen rare dingen doen. Let's go. El Primo scoort. En dat betekent dat we nu 2 opdrachten... We zijn ook sterren spelen. 2 opdrachten vrijgespeeld hebben. Kijk, we hebben 3 gevechten gewonnen met Nita. En we hebben 24 vijanden verslagen met knokbal. Maar dat geeft... Oh, dat geeft ons een nieuwe grote doos. Nou, kom op. 3 items. Jean. 12 kill. En 30 meneer P. Oké. Prima. Dan doen wij nu eventjes richt schade aan met Brok, versla vijanden, Ems. Oké, Ems moeten we en Ems met edelstenen graai. Dan doen we dat toch even lekker. Doe even 2 potjes Ems met edelstenen graai. Hopelijk winnen we deze allebei, want we moeten dus nog 3 potjes winnen met Ems. En we moeten, wat moesten we nog meer doen?
Ik weet het niet meer. We moesten toch iets anders doen. Oh ja, wel iets met Eris de Nagai. Maar ik weet niet of het potjes winnen zijn of vijanden verslaan. Eén van de twee. We zien het vanzelf wel. We gaan gewoon even sowieso proberen zoveel mogelijk vijanden verslaan. En proberen het potje te winnen. Oké, we komen ook tegen een M. Dat is wel grappig. En aan de rechterkant zit... Ja, ik zie een leeuwtje. Ik wist het al wel een beetje. Nou, die leeuw is wel weak. We zitten met een Tick en met een Mortis. Ik weet niet heel goed wat ik daarvan moet denken. Van een Tick en een Mortis. Ik vind dat twee hele smechte knokkers, als ik eerlijk ben. Misschien voor deze map zijn Tick en Mortis wel goede knokkers. We zullen het vanzelf gaan zien. Wat de hel? Is dat een echte? Ja, dat is een echte. Dat is geen kloon. Oké, hoppatee. Wegwezen jij daar. Dat duwde ik met een gadget. Duwde ik die Leon naar Mortis toe. Dat is wel zo grappig. Oké, let's go. Ems is daar neer, maar ik ben zelf ook bijna... Ik ben nu neer. Ja, ik wist het, hè. Ik wou die edelstenen niet gaan pakken. Want ik wist dat als ik ga pakken, ga ik sowieso dood. Dus ik kan beter gewoon een beetje achter die steentjes verschuilen. En wachten tot ik wat meer levens weer heb. Oké, let's go. Daar is die Leon neer. Dus dat is nice. Dan gooi ik nu mijn special. En dan pakken we Ems daar. Oeh, we zijn wel bijna zelf ook neer. Oeh, bijna ook geraakt daardoor die... Door de mortier van Penny. Daar hebben we wel Leon neer. Maar dat Leon maakt niet heel veel uit. Want Leon heeft niet heel veel... Hoppatee. Leon heeft niet heel veel edelstenen. Maar dit is een pittig potje, boys. Kom op, Mortis. Let's go. Tick heeft die Ems. Maar nog steeds heeft één knokker heel veel edelstenen. En ik weet nog niet... dat is die Penny natuurlijk. Oké, nice. Dan heb ik die wel weten te pakken. Gooi ik nu mijn special. Dan gooi ik nu dat. Ik weet niet waarom ik daar mijn gadget gebruikte. Let's go, Mortis. Mortis heeft de kill gemaakt. Dit is echt wel niet mijn potje. Dus Mortis, dankjewel dat je zo goed speelt. Ik ga even zorgen nu dat Mortis leven blijft. Dan ga ik proberen dat wel goed te doen. Dan dat moet wel goed komen, denk ik. Gooi weer even de special. Let's go. Nee, niemand komt aan mijn Mortis, jongens. Niemand komt aan mijn grote vriend Mortis. Die dit potje volledig gezaved heeft. Let's go, jongens. Oké, dan doen we nog even één laatste potje. Tik wel sterspeler. Oh ja, we zitten natuurlijk ook best wel hoog met Ems. Dus we komen ook best wel... Het is win 6 gevechten. We komen ook tegen best wel goede testen. Alsjeblieft, Mortis. Blijf. Want Tik was niet heel goed. Mortis, blijf alsjeblieft. Blijf alsjeblieft. 4, 3, 2, 1. Ah, hij gaat weg. Hij gaat weg. Mortis, de redder van het vorige putje, gaat helaas weg. Dus we moeten nu doen met Tik. En wie wordt onze derde teamgenoot? Het wordt Ogon. En het is een Taraatje. Oké, Tara. Prima, prima, prima. Ik weet nog niet wat ik zo goed van Oguzhan moet denken. Speelde die Tik goed? Ik heb er niet heel erg op gelet. Voor mijn gevoel was hij niet heel goed. We checken gewoon even deze bosjes, zodat er niemand daar komt. Maar volgens mij is daar ook gewoon niemand. Oh, er is wel iemand, zie je wel. Er is gewoon een Mortis daar. We hebben dubbel kill, dat is nice. Oké, dan zorg ik wel voor dat ik deze dingetjes pak. Oeh, Tara, leuk dat je dat doet. Dan kunnen we nu gewoon alles zien. Oeh, Tara is echt best wel een handige knokker voor deze map. Tara is best wel een handige knokker. Nice, pakken we ook Piper. We spelen best wel goed nu. Moet alleen oppassen... Ja, hiervoor. Ik wou het net nog zeggen. Ik wou het echt letterlijk net nog zeggen. Oppassen voor deze Mortis. Want die kan letterlijk naar ons toe snijpen en ons gewoon gelijk killen. Kan die Tara die Mortis weer killen? Nee. Oké. We need to watch out voor de Mortis. Want die kan sneaken. Die kan sneaken. Oh. Die kan sneaken en gewoon onze opeens mijn edelstenen spikken. Wat hij dus net ook deed. Oké, dus we moeten echt op gaan passen voor die bosjes. Daar zit dus die Mortis in. En die kan dus in één keer dus... Oké, nu zit hij niet meer in de bosjes. Oeh. Mortis is echt een goede knokker. Mortis is echt een goede knokker voor deze map. We domineren nu wel een beetje het midden. Ik heb geen idee waar die Mortis is. Ik heb nog wel een gadget. Dus als die Mortis druk komt zetten, kan ik mijn special en mijn gadget gaan gebruiken. Dus dat is wel lekker. Kijk, daar is die Mortis. En hij weet denk ik niet wat wij weten waar die is. Oh! Nee, en dan weer gebruikt hij mijn special. En dan pakt hij gewoon weer zo'n edelsteentje van me af. Oei. Oké, 8-3. Maar het vorige potje stonden we ook achter. En toen hadden we een legendarische Mortis die ons potje ging saven. Maar nu zitten we tegen een Mortis. Oh, kunnen we hem pakken? Gadget, oh! Nee! Tik, gooi rak, let's go! Tik saved het. Oh, jongens, ik geniet zo hard van Brawl Stars op dit moment. Oh, oké. Het ligt allemaal in mijn hand. Het ligt allemaal in mijn hand. 15. En we moeten de Piper pakken. Ik weet niet waar Piper zich bevindt. Ja, links of rechts. Ga maar gokken. Ik denk rechts door de middel. Door te bekijken hoe die tegenstanders staan opgesteld. Maar helaas, laatste potje van de video verloren. Jongens, ik hoop nog nooit even in deze megadoos opening. Volgende week waarschijnlijk iets minder megadoos openingen. En weer wat andere video's. Maar laat het ook even achter in de comments wat jullie vet vinden. Komt trouwens ergens in beeld een andere Brawl Stars video die je ook zeker moet gaan checken. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Maar even kijken. En zien we de volgende video. En tot dan, mensen.